If you only knew when I first met you, it's like a dream come true. When I first carried you, you see the changes that I've been through. You see me changing my wings for you. 50 years of experience and millions of happy memories. Suriname Airways is ready for the next generation, flying on trusted wings. Dit zijn de helden van Suriname. Kijk, dit is Johan Ferrier. Hij was onze laatste gouverneur en onze eerste president. Dit, deze man is Eddie Jarna. Hij heeft hard gewerkt om staatsolie groen te maken. Dit is onze golden boy, Anthony Nesty. Opa, waarom is hier geen foto? Hier komt mijn foto, want ik ga meedoen. Ik doe mee! Kies Agrani. Ben jij de volgende Surinaamse held? Bedenk de nieuwe naam voor de Texaco Service Stations in Suriname en schrijf geschiedenis. Ga nu naar de Texaco Service Station en ontvang bij elke aankoop een deelnameformulier. Doe nu mee, want de actie duurt tot en met 17 juli. Voor meer informatie ga naar www.kiesagrani.sr. Ai boy, mi hoop tak misa kies Agrani. Engels voor de examenkandidaten. Goed nieuws voor de kinderen van het binnenland. En voorbereiding volkstelling in volle gang. Goedenavond en fijn dat je er weer bij bent. Natuurkunde en Engels. Dat waren de vakken voor de leerlingen van de MULO die meedoen met het examen. Ongeveer 10.000 leerlingen zijn al een paar dagen bezig hun uiterste best te doen. Iemand die ook meedoet aan het examen is de 15-jarige Avielle Hogaar. En zij is naar eigen zeggen goed voorbereid. Ik heb me voorbereid op het examen door steeds werkjes te maken van de voorgaande jaren. Oefenen met de rest van de klas. Kijken wat je niet begrijpt. Meer oefenen. En als je oefent, lukt het wel. Tijdens het examen zijn er altijd een heleboel zaken die een rol kunnen spelen. Eén daarvan zijn je zenuwen. Ik ben niet echt zenuwachtig naar school gekomen, omdat het geen zin heeft om zenuwachtig te zijn als je weet dat je hebt gewerkt in de klas en dat je steeds hebt geoefend, je hebt je goed voorbereid. Moet je niet zenuwachtig zijn. Maar al heb je je nog zo goed voorbereid, is er vaak genoeg toch nog een vak waar je iets meer moeite mee hebt. Ja, er is één vak waar ik twijfel, natuurkunde. Het is echt moeilijk. Het zijn eigenlijk niet sommige, het zijn die formules die je moet onthouden. Die formules zijn veel en sommige lijken op elkaar, waardoor je snel in de war raakt. Op 1 augustus heb ik uitslag en het enige wat ik verwacht is, Avielle Hogaar is geslaagd. Helemaal eens, dat is wat we allemaal willen horen. Nogmaals succes aan alle kandidaten die meedoen aan het examen. Zet hem op en ga ervoor. Morgen zijn de vakken Spaans en Technisch Inzicht aan de beurt.
Atjuni krijgt de VOJ-school, cholera-uitbraak in Cuba en nieuwe Spider-Man-film in première. Deze berichten in onze korte nieuwsblok. Atjuni, daar komt de VOJ-school te staan. Net als hoe je de binnenstad van Paramaribo hebt, is Atjuni dat voor het binnenland. Alles en iedereen is daar te vinden, op één centrale plek. En daar komt dus de school te staan. Vanaf het komend schooljaar kunnen kinderen van Brokopondo en Sipaliwini dichterbij naar school gaan. In totaal worden er 12 klassen gebouwd. Maar niet dat alleen. Er komen ook 6 onderwijzerswoningen en een internaat. Kinderen die elke dag verre afstanden zouden moeten afleggen om naar school te kunnen gaan, zullen in het internaat logeren. De school wordt in 3 niveaus verdeeld. MULO, LBGO en LTO. En het is bedoeld voor de 6e klas toetskandidaten van de lagere scholen in de verschillende dorpen. Ook Paramaribo en Wanica komen aan de beurt. Meer dan 300 extra lokalen zullen in beide districten gebouwd worden. Als alles vlot verloopt, mag iedereen rekenen op een vlotte start van een nieuw schooljaar. In het zuidoosten van Cuba is een zeldzame cholera uitgebroken. Al 3 mensen zijn omgekomen en meer dan 50 zijn besmet geraakt. De ziekte is waarschijnlijk in de stad Manzanillo uitgebroken. De oorzaak is de vervuiling van verschillende waterbronnen in de regio. De mensen die besmet zijn geraakt hebben dus vervuild water gedronken. Gelukkig heeft het ministerie van Volksgezondheid de situatie onder controle. Tot nu toe hebben ongeveer 1000 mensen medische hulp gekregen. En het aantal besmettingen daalt ook al terug. De volwassenen Spider-Man fans hebben gisteravond genoten in TBL. Daar ging de nieuwe Spider-Man film, deel 3 dus, in première. De film heet The Amazing Spider-Man. En het vertelt het verhaal van Peter Parker. Een niet populaire schooljongen die als kind werd achtergelaten door zijn ouders. Hij werd opgevoed door zijn oom en tante. Zoals vele tieners probeert Peter te ontdekken wie en wat hij eigenlijk is. En wil je weten welke avonturen hij allemaal meemaakt, dan moet je deze film zeker niet missen. Tellen en dan precies tellen om exact te weten hoeveel mensen er in ons land wonen. Elk land moet om een bepaalde tijd een volkstelling houden. In augustus gaan wij beginnen. Het tellen van de bevolking kennen we ook uit de Bijbel. Weet je nog dat Jozef en Maria naar Bethlehem moesten omdat ze mee moesten doen met de volkstelling? Nu meer dan 2000 jaar later tellen we nog steeds. Omdat ze willen weten hoeveel Surinamers in het land zijn. Om ze te weten hoeveel mensen in huizen wonen. De volkstelling is dat de mensen van de regering, als ik het goed heb, dat ze tellen hoeveel mensen er in Suriname wonen. Dat klopt. Maar er wordt niet alleen naar het aantal mensen gekeken. Tijdens de volkstelling wil de overheid veel meer te weten komen. Ik denk dat ze gaan vragen sowieso, als je een Surinaamse nationaliteit hebt, hoeveel mensen het gezin telt. Hoe oud je bent, als je een Surinaamse nationaliteit hebt. Het gaat dus om hoe oud je bent, welke nationaliteit je hebt en ook tot welke bevolkingsgroep je hoort. Maar waarom is de volkstelling zo belangrijk? Als men ziet van er zijn veel mensen die niet een baan kunnen vinden, dan is dat een eye-opener of dat kan men daaruit kan men halen dat men werk moet gaan creëren. In Suriname hebben we het statistiekbureau. Zij houden alle cijfers bij en gaan op pad om te tellen. Bij de volkstelling gaan we letterlijk huis aan huis. We komen bij de poort bij u en dan stellen we een aantal vragen. Bijvoorbeeld, hoe oud ben je? Ga je nog naar school? De informatie die we dan uit deze huis aan huis bezoekjes hebben verkregen, gaan we dan verwerken in de computer. Paramaribo is niet zo moeilijk. We hebben straten en overal staan er huizen. Ook in Nikeri of Albina moet het niet al te moeilijk zijn. Dus uiteindelijk moeten we heel Suriname tellen. Tegelijkertijd wordt er overal geteld. Dus we zorgen ervoor dat er genoeg veldwerkers zijn om overal te kunnen tellen. Maar tot welke bevolkingsgroep hoor jij en waarom willen ze dat weten? We zijn toch allemaal Surinamers? Het is belangrijk om die vraag te stellen. Omdat als we kijken bijvoorbeeld naar ziekten die in Suriname voorkomen, dan is het voor de gezondheidssector van groot belang om te weten welke bevolkingsgroep iemand heeft wanneer een bepaalde ziekte zich voordoet. En als ze bij jou aan de deur komen, moet je meedoen.
als het statistiekbureau op zoek gaat naar informatie, de mensen verplicht zijn om die informatie weer te geven. Het duurt nog een paar weken. Dan kun je in het hele land de volkstellers deur aan deur zien gaan. En als ze geweest zijn, krijg je een sticker op de voordeur. En hiermee hebben we het dan gehad voor vandaag. Tot morgen bij een nieuwe uitzending. Slaap lekker straks. Doei doei! Wat zeg je? Wat? Lang vervlogen zijn de dagen dat je dacht dat je onverwoestbaar was. Niet dat ze helemaal voorbij zijn hoor. Oké, maar papa's armen worden nu wel moe hoor. 49. Maar met de verantwoordelijkheid voor een gezin liggen de zaken toch wat anders. Gelukkig is er Fatum voor die momenten dat u niet onverwoestbaar blijkt te zijn. Fatum, wat er ook gebeurt. If you only knew when I first met you, it's like a dream come true. When I first carried you, you see the changes that I've been through. You see me changing wings for you. 50 years of experience and millions of happy memories. Suriname Airways is ready for the next generation, flying on trusted wings.